Ja, we gaan zo meteen even terug in de tijd, meer bepaald naar 2018. En we praten met Vince. Zo meteen, zei ik, en dat doen we dan ook. Naast mij Vince en wij keren inderdaad terug naar 2018, Wereldbeker Go Belgica op het Olivier Stadion. Vince, jij was daar. Vertel voor welke wedstrijd? Voor België tegen Japan. Mm-hmm. Japan die was 2-0 achter in de eerste helft. Maar Go Belgica die heeft dan 3-2 gewonnen in de tweede helft. Je neemt meteen een heel grote sprong. Hè? 2-0 aan de rust, 3-2 op het einde. We zijn al op het einde. We gaan even terug naar het begin. Hoeveel volk was er daar in Go Belgica? Ik denk honderden mensen. Om niet te zeggen duizenden. Ja, dat kan ook. Ik weet dat niet. Jij een grote fan van de Rode Duivels? Ja, natuurlijk. Dat is gewoon onze nationale ploeg. En dan fameus, of minder fameus, beter gezegd, aan de rust. Inderdaad, 0-2 of 2-0. Ik weet niet, wie was de thuisploeg? Ik denk dat dat België was, maar ik weet dat niet zeker. Dan was het dus 0-2 aan de rust. Ja. En dan is dat grote verdriet bij jou daar opgekomen, hè? Ja, natuurlijk. Wij willen altijd dat wij winnen, hè. Want België, dat is maar een klein landje. En de derde plaats dat wij zijn geworden, dat is een grote eer voor ons, hè. Wat je op dat moment beleefde, heeft men op de vaste plaat vastgelegd, hè? Of op de gevoelige plaat vastgelegd. Hè? Weet je dat nog? Ja, maar ik was eigenlijk verrast dat daar van een foto werd gemaakt. Want ik heb dat nooit in zin of zo kunnen zetten. Maar ja, dan had ik de foto gezien en was ik heel blij dat dat werd gemaakt. Kun je nog even tonen hoe je op die foto stond? Ja. En die tranen die zijn er nu niet bij natuurlijk, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat kan ik niet nep maken, hè? Niet nep, inderdaad. Nep vooral, er mag niks nep, hè? Goed, 0-2. Hele super ontgoocheling, veel tranen. De hand op het hart. En dat heeft dat blijkbaar geholpen, hè? Ja, ik denk het toch. Ik hoop het toch, hè? Ik ben blij dat we zijn gewonnen, natuurlijk. 3-2, of ja, 3-2. 1,5 feest dan op het Olivier Stadion, of wat? Ja, natuurlijk. Wij zijn gewonnen. En dat is toch altijd leuk, hè? Jij blijft dus trouwens supporter van de Rode Duivels. Ik neem aan dat je het dan super jammer vindt dat er dit jaar geen EK was. Ja, voor iedereen is dat jammer. Voor iedereen die sport en natuurlijk voetbal leuk vindt, is dat natuurlijk heel jammer. Nog even terug naar de fameuze foto. Ik heb ook begrepen dat de foto ergens bekroond werd met een of andere prijs. Weet jij dat? Ja, als ik me niet vergis, National Graphic. En de cameraman die is vijfdes geworden. Met die foto? Ja. Dus ik neem aan dat je daar bijzonder trots op bent. Ja, natuurlijk. En ik wil ook heel veel respect voor de meneer die die foto heeft getrokken. Twee jaar nadien, het is voor ons ook wel wat zoekwerk geweest om jou op te snorren, maar dat is toch gelukt, hè? De enige gegeven dat we hadden was Vince. Ja, maar nu hebben jullie mee gewonnen, hè? We hebben jou te pakken gekregen. Ja. Allee, toi toi toi, nog veel supporter voor de Rode Duivels, nog veel mooie poses aannemen voor al even mooie foto's. En dan kijken we uit naar de volgende kampioenschappen die er staan aan te komen, hè? Ja, en hopelijk worden we keer de eerste, hè? Voilà, oké. Bedankt. Maker van de foto uiteindelijk hier ook bij ons, fotograaf Ivan Co. Ja, ik zal even zelf stellen hoe dat ik het vind. Je was op het juiste moment op de juiste plaats. Inderdaad, Erik. En dat zijn momenten die je moet koesteren. Want als fotograaf heb je er niet veel, zulke momenten. Het is wel waar dat een fotograaf misschien anders kijkt in de omgeving dat hij heeft dan een gewone persoon. En als je dat geluk hebt, like dat ik 2 jaar geleden geluk had, was dat prachtig. De digitale fotografie is natuurlijk ook een super voordeel. Ik zou zeggen, schiet er maar op, hè? Dat is een feit. Maar van die foto heb ik maar 1 getrokken. Dus dat is in feite echt het geluk op het goede moment geweest. Kort nog iets over de prijs. Wat is dat precies, die gewone prijs? Vince zei er al iets over. Nog meer in detail. Weet jij daar nog iets meer over? Ja, een beetje meer over een jaar geleden heb ik de foto ingeschreven in National Geographic.
Dus het publiek stemde dan de foto's naar het eind, naar de eindronde, waar dat het dan een fotografische jury ging stemmen. Daar waren de 20 beste foto's in geselecteerd door het publiek. Die deel uit de feiten van de 20. En toen ben ik gestrand op de 5e plaats. Ze zijn, het zijn er veel die zeggen, je moet teleurgesteld zijn, maar ik ben zeker, zeker niet teleurgesteld. Meer dan al noemenswaardig, meer dan ooit noemenswaardig, zo bedoel ik het. Zeker en vast, want de reacties die ik kreeg op het voetbal zelf, de mensen zijn een wereldfoto, voor mij was dat genoeg. Doe zo voort. Dankjewel, Erik.